Het gaat stukken beter met de schuldpositie van de SLM. Het bedrijf probeert al jaren uit de rode cijfers te komen die de bedrijfsvoering in de greep houdt. Ook president Santokki heeft een paar keer aangehaald dat de vliegmaatschappij dringend hersteld moet worden. Transportminister Albert Jubitana zei eerder deze week dat het staatsbedrijf de nodige duw in de rug krijgt van de regering. Het ligt aan het bedrijf dat zij, dat SLM nu alle extra middelen op een keurige manier ook gaat uitzetten om de schuldpositie waarin zij verkeert, dat ze die schuldpositie gaat wegwerken of gaat inlopen. En dat is niet een kwestie van één hoogseizoenperiode. Het gaat ook gepaard met nieuwe routes aanboren waarmee SLM nu bezig is met Curaçao. Maar dat heeft dan weer te maken met de ondersteuning vanuit de regering met betrekking tot luchtvaartovereenkomsten, bilateraal, multilateraal. Dus daarmee zijn we flink aan de slag. De SLM moet verder gaan groeien. Daarbij is het vertrouwen van het reizend publiek heel belangrijk. Er moet binnen de luchtvaartsector vooral gewerkt worden aan het opkrikken van de internationale standaarden, benadrukt de minister. Suriname heeft de audit die we als laatst hebben gehad, ik dacht enkele jaren terug, houdt u mij ten goede, ik dacht 2013 of 14 hoor, hebben wij als Zuid-Amerikaans land de laagste score in de effectieve implementatie van procedures en processen betreffende de luchtvaart. We halen niet eens 60%. Op het gebied van incidenten halen we nog niet eens 12%. Wat heel slecht is voor Suriname naar buiten toe. Ik heb in mijn bezoek in 2021 aan Colombia, heb ik met de secretaris-generaal van de ICAO, dat is de topman van de burgerluchtvaart, heb ik het gehad over Suriname. En we hadden achterstand in contributie. En ik heb gevraagd om ondersteuning vanuit de moederorganisatie. De SLM heeft gevraagd om assistentie in het proces en vanuit de overheid is die toezegging in twee fases achter de rug. De laatste fase wordt in september nog goed in kaart gebracht om Suriname weer naar de internationale standaarden te tillen.